Ja, we staan hier in het nieuwe gebouw van de TU Delft, gebouw Echo, ontworpen door UN Studio Architects. Wat wij willen laten zien zijn de diverse bamboe toepassingen, zowel voor de vloer, wand als plafond. Dat is de grootste uitdaging om alles matchend te maken. Dit product onderscheidt zich ten opzichte van de concurrentie enerzijds door de looks, maar zeer zeker ook vanuit ecologisch aspect. Bamboe groeit heel snel, is heel duurzaam en dat is de reden geweest voor architecten om voor bamboe te kiezen in dit project. Bamboe is het meest geschikt eigenlijk voor allerlei doeleinden. En dat is misschien cliché, maar zowel voor huistuin- en keukengebruik zo gezegd, als voor projecttoepassingen zoals we hier zien. Hè. Heel druk belopen vloeren, wanden waar misschien studenten heel vaak aan zitten. Bamboe kan in heel veel opzichten worden toegepast. De grote uitdagingen voor Mozo International binnen dit prachtige project ontworpen door UN Studio is de kleur van de bamboe. We hebben zowel vloertoepassingen als wandtoepassingen, plafondtoepassingen, zelfs in de meubels is bamboe toegepast. En dat hebben we geprobeerd om zo eentonig mogelijk van kleur vanuit China naar Nederland te laten komen. En dat is voor ons wel een grote uitdaging geweest, maar ik ben van mening dat we daar zeer zeker in zijn geslaagd. Mozo International is zeer zeker trots op dit project. Enerzijds vanwege de samenwerking met de aannemer, de samenwerking met de architect uiteraard, maar ook gewoon het eindresultaat waarvan ik denk dat de studenten hier een prachtige tijd tegemoet gaan.